Enkele prominente CDA-economen keren zich tegen hun eigen partij. Ze zijn het oneens met CDA-voorman Balkenende. Die verklaarde afgelopen week de hypotheekrente als een heilig goed. Het gaat niet aan gemorreld worden, beloofde Balkenende. Maar economen zoals Sylvester Eifinger, Lans Bovenberg en Harry Verbon, die vinden dat niet slim. Ik denk dat heel veel mensen, in ieder geval heel veel economen, het met elkaar eens zijn dat de hypotheekrenteaftrek echt de huizenmarkt heeft ontwricht de laatste jaren. En dat we om die reden eigenlijk vanaf moeten weer zorgen dat er een beetje een normale prijs op de huizenmarkt tot stand komt. Het CDA maakt er nu een breekpunt van. Vindt u dat handig? Nee, vind ik zeer onverstandig eigenlijk. En kijk, het punt is natuurlijk ook dat heel veel mensen in Nederland op dit moment wel inzien dat er iets moet gebeuren aan de huizenmarkt. En met name dus aan die hypotheekrenteaftrek. Dus het is een beetje een inschattingsfout om te veronderstellen dat heel veel kiezers dat wel goed vinden als dit een breekpunt wordt. Oké, gaat u wel CDA stemmen nog? Of nou, ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd niet meer zo enthousiast ben over het programma. Met name ook over dit punt, maar ook over andere punten van het CDA. Slecht economisch beleid? Ik vind dat slecht economisch beleid, ja. En ik vind het ook niet echt rechtvaardig beleid. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen op dit moment die huizenmarkt niet op kunnen komen. Jongere mensen met name. Ik heb zelf ook jongere kinderen die op het punt staan die huizenmarkt te betreden. Juist door die hypotheekrenteaftrek.